examen natuurkunde VWO 2021 eerst afronden in dit filmpje met zonnepanelen. Een zonnepaneel bestaat uit een aantal zonnecellen die in serie zijn geschakeld. Zonnepanelen kunnen weer in grotere schakeling worden opgenomen en bijvoorbeeld op een dak worden geplaatst. Zie figuur 1. Hier heb je die figuur 1, zonnecel, zonnepanelen en dan weer sets van zonnepanelen en dan weer een verzameling van sets van zonnepanelen zijn daar getekend. Femke en Lotte onderzoeken hoe het vermogen van dan de zonnecel levert afhangt van de grootte van de weerstand die erop is aangesloten. Ze leggen één zonnecel in de zon. Op de zonnecel schijnt de zon met een constante intensiteit. Ze sluiten een variabele weerstand op de zonnecel aan en meten dan de stroom door en de spanning over de zonnecel figuur 2. Ze spreken dan het vermogen dat de zonnecel levert en zetten de resultaten in de grafiek. In de grafiek figuur 3. Hier heb je dus de zonnecel. Hier heb je de variabele weerstand, spanningsmeter is parallel geschoken, stroomsterktemeter is in serie geschoken met die weerstand. En hier heb je horizontaal de spanning en verticaal het vermogen. Bij een spanning van 0,50 volt is het vermogen dat de zonnecel levert maximaal. Oké, dat is logisch, want ja, dat zie je ook in de grafiek. De stroomsterkte is dan 2,7 ampere, toon dat aan. Nou, eens even kijken, als het vermogen is spanning maal stroomsterkte, dus dat is formule 35D1, kun je die vinden. De stroomsterkte is dan het vermogen gedeeld door de spanning, 1,35 is de het vermogen hier, 1,35 watt, bij 0,5 volt, dus als dat invoert is het 2,7 ampere. Ja, klopt precies, want dat moest het ook zijn. Dus dat klopt. Een zonnepaneel bestaat uit 24 zonnecellen die in serie geschakeld zijn. De spanning van een zonnestel wordt stabiel op 0,5 volt gehouden. Op het uiterlijk bijgestelde een eenvoudig symbool van het zonnepaneel getekend. Voer de volgende opdracht uit. Toon aan dat de spanning over een zonnestel 12 volt. Dat is makkelijk. Een zonnestel is een half volt. Ze zitten in een serie. Het zijn er 24, dus je moet een half plus een half en dat 24 keer bij elkaar optellen om de totale spanning te krijgen. Nou, als ik 24 keer een half bij elkaar optel, dan kom ik uit op 12. En dat is in de serie schakeling. Dus spanning moet je optellen in de serie schakeling. Dan teken op de bijlage nog 5 zonnepanelen en verbind dus 5 zonnepanelen, zodat ze samen een spanning van 36 volt oplevert. Oké, okay. 1 panel is dus 12 volt, je moet 36 volt hebben, dus je moet er 3 achter elkaar in een serie zetten, want dat is 12 volt plus 12 volt plus 12 volt is 36 volt, dat is weer de serie. Oké, maar ik moet er in totaal, even kijken, 6 hebben, dus 3 in serie. En dan nog 3 in serie en die moet je dan weer op elkaar aansluiten parallel. Nou, hier is dat zo getekend. 3 in serie en ook 3 in serie en die dan parallel verbonden. Kun je ook zo tekenen trouwens, dat is precies hetzelfde. Nou, bereken dan de stroomsterkte die deze spanning levert als elk paneel belicht wordt met dezelfde zonne-intensiteit als in het onderzoek van Femke en Lotta. Nou, dan is de stroomsterkte dus 2,7 ampère. Ja, dus elke serie van, die levert dus 2,7 ampère en die levert ook 2,7 ampère. Dus die staan parallel, dan moet je de stroomsterkte juist optellen. Dus dat is dan 5,4 ampère bij elkaar. Ja, en even kijken, heb ik dan de vraag al beantwoord? Ja, de stroomsterkte is dus 5,4 ampère dan. Klaar. Een zonnecel is gemaakt van een zogenaamd halfgeleidermateriaal. In een halfgeleider kan een elektron slechts in banden van zeer dicht bij elkaar gelegen energieniveaus bestaan. Tevens zulke banden zijn de valentieband en de geleidingsband. Daartussen zit bij een halfgeleider een energiesprong, de zogenaamde bandgap. Gap is een ruimte. Zie figuur 4. In de grondtoestand is de valentieband volledig bezet met elektronen. De geleidingsband is dan nog niet met elektronen bezet. Hier heb je dus de valentieband en hier zit een kloof tussen, een gap. En die kunnen dus omhoog springen als je energie toevoegt. Dan kunnen ze in de geleidingsband terechtkomen. Oké, okay. Een foton kan één elektron vrijmaken uit het atoomrooster. Dit gebeurt alleen als de energie van dat foton groot genoeg is, groter dan de bandgap. Het elektron gaat dan van een energieniveau in de valentieband naar een energie in de geleidingsband. Als elektronen in de geleidingsband zitten, wordt het materiaal geleid en kan er stroom gaan lopen. Oké, okay. Femke merkt op dat het bovenstaande proces lijkt op het grote selectieve effect, geeft een overeenkomst en een verschil. Nou, hier staan ze. Bij fotonelektrische effecten worden inderdaad elektronen losgemaakt. En die springen, ja, die ontsnappen dan. En
Dat is meteen het verschil. In de halfgeleider blijft het elektron gevangen in dat materiaal, alleen hij komt in een hogere energietoestand. Bij het elektrisch effect verdwijnt het elektron, dat ontsnapt. Dat is het verschil. En nogmaals, de overeenkomst is dus dat een foton ervoor zorgt dat het elektron respectievelijk ontsnapt en dan wel in een hogere energietoestand terechtkomt. Een foton doet dat. Oké, hier zie je dan figuur 5. Het aantal materialen en de energie die daarbij hoort in elektronvolt voor het bandgap. In figuur 5 staat voor verschillende materialen de bandgap aangegeven. We hebben Lotte gebruikt van zonnecel die gemaakt is van silicium. Dat is deze. Die heeft dus een bandgap van 1,10 elektronvolt. Oké, een bepaald elektronvolt in deze geleidingsband van de zonnecel bepaalt wat de golflengte van het foton maximaal kan zijn. Nou, je weet dus de energie die je nodig hebt in elektronvolt, moet je wel even zoeken maken natuurlijk. En dan kun je, en je moet de golflengte hebben, dus je moet een formule hebben waarin de energie zit en de golflengte zit. En dat is deze. Energie is de constante van Planck, maal de lichtsnelheid gedeeld door de golflengte. Ja? Die vind je in tabel 35e2 trouwens. En de constante van Planck, H, en de lichtsnelheid C vind je allebei in tabel 7a. Dat zijn constanten. Dan gaan we invullen. 1,10 elektronvolt. Daar moet ik joule van maken. Dat doe ik met behulp van de factor die ik kan vinden in tabel 5. 1,602 maal 10 tot de min 19e. Dus daar maak ik een joule van. Dit is de constante van Planck, 6,626 maal 10 tot de min 34, dat komt dus uit tabel 7a. Dit is de lichtsnelheid, 2,998 maal 10 tot de 8, dat komt ook uit tabel 7a. En dit is dan de golflengte. Nou, als ik dan de golflengte wil weten, dan moet ik deze twee om. Die golflengte komt hier voor aan te staan. En wat hier voor het eerst in staat, komt dan hieronder te staan. Dan stop ik in de rekenmachine en dan komt eruit 1,13 maal 10 tot de 6e meters. Oké. Zonlicht bestaat uit fotonen van verschillende energieën. Fotonen met meer energie dan nodig is om de bandgap te overbruggen, geven het overschot van energie af in de vorm van warmte. Hiermee daalt het rendement van een zonnecel. Om het rendement te verhogen worden dunne laagjes van andere halfgeleiders op het silicium aangebracht. Deze laagjes zijn zo dun dat de fotonen er doorheen kunnen gaan. Op de uitdrukbijlage staat systematisch een dwarsdoorsnede van een zonnecel getekend met 3 dunne laagjes op het silicium. Ieder laagje is gemaakt van ander materiaal. Zie figuur 5. Daar heb je ze dus. Oké. Voer de volgende opdracht uit. Geef daarbij aan elk laag aan welk materiaal uit figuur 5 dit gemaakt is en leg dan je antwoord uit. Nou, silicium is dus de laag die er sowieso in zit natuurlijk. En er werd gezegd van ja, als daar een elektron of een foton op komt met meer dan de hoeveelheid energie die we net hadden uitgerekend, dan is het eigenlijk energieverlies. Dus die wil je eigenlijk dat die al eerder in worden gevangen. Dus boven silicium wil je een stof hebben met een bandgap die groter is dan die van silicium. En de eerste die erboven zit is deze CDTE. En daarboven moet er dan een zitten die nog een grotere bandgap heeft. En dat is dan deze natuurlijk, dat is de volgende. En daarboven moet er een eentje zitten die nog een grotere bandgap heeft. En dat is dan deze. En eventueel zou je daaronder, als die lagen er nog zijn, zou je dan lager kunnen hebben met een lagere bandcap. Maar goed, die zijn er niet. Dus hier staat de stof met de grootste bandcap absorbeert met de meeste energie. Fotonen met de meeste energie moeten als eerste geabsorbeerd worden. Nou, dat klopt. Enzovoort. Ja, en de andere stof met een bandcap die groter komen steeds hoger te liggen in het geheel. Ja, dat klopt dus allemaal. Even kijken, is dat het al? Je kan, en waarom kan je zeggen, waarom begin je dan niet met silicium boven? Maar je kan duidelijk zien dat op de bijlage stond dat silicium de onderste laag is. Dus vandaar dat de stoffen met bandcap de hoger komen. Als silicium de bovenste laag was geweest, dan was het natuurlijk anders geweest. En dan zou je dus zeggen, oké, stel dat silicium hier zit, dan is de volgende dus eentje met een lagere bandcap energie. Dus dat zou in dit geval dan deze zijn, GE. En dan de volgende zou dan met een nog lagere zijn, dat zou dan deze zijn. En de laatste zou dan eentje zijn met nog lagere. Maar goed, het is heel duidelijk dat de onderste laag silicium moet zijn. Dus vandaar dat dit het juiste antwoord is. Oké, volgens mij was dit het. Nou, je ziet dat het deze video uitmaakt van een heel kanaal.
Dus kun je eventueel verder nog een keer opkijken als je daar zin in hebt. En succes met je examen. Ik hoop dat je in één keer slaagt.